Bella woont in Yanakati. Hallo allemaal en fijn dat je weer kijkt naar je eigen journaal. Na 4 maanden heeft het parlement eindelijk weer vergaderd. Er kwamen steeds te weinig leden opdagen waardoor er niet vergaderd kan worden. Dat is lastig, want veel van wat de regering doet mag alleen met toestemming van het parlement gebeuren. Dat gebeurt met wetten. Het is daarom belangrijk dat de meerderheid in het parlement de regering steunt. In het parlement zijn er 51 leden. Om beslissingen te nemen en te vergaderen is het noodzakelijk dat tenminste de helft of soms een 2/3 deel van de parlementariërs aanwezig moeten zijn. De afgelopen 4 jaar konden de meeste vergaderingen gewoon gehouden worden omdat de meerderheid van het parlement afspraken hadden gemaakt om samen te werken. Een coalitie heet dat. Maar in 2014 zijn verschillende partijen uit de coalitie gestapt. BEP, Nieuw Suriname en Percaya Luhur. Hierdoor daalde de grootte van de meerderheid van de coalitie dus ook. De coalitie had toen nog maar 26 leden. Net genoeg om beslissingen te nemen. Dat betekent dat alle leden dan aanwezig moeten zijn. De afgelopen weken was het niet het geval. Nu is het ook nog zo dat van de 26 leden het niet meer duidelijk is of ze nog in de coalitie zitten omdat ze afspraken hebben gemaakt met andere politieke partijen. Zo heeft het lid Noreen Sjung vandaag bekendgemaakt dat zij haar eigen fractie gaat beginnen. Dat ik vandaag, 22 januari 2015, mijn eigen fractie. Al deze factoren leiden er naartoe dat de coalitie nu niet meer alleen een beslissing kan nemen. En is de bijdrage van de oppositie nu van groot belang. Een fractie van 36 leden en plotseling kan je geen quorum, ben je gezakt naar minder dan 26 leden. Dan is het niet alleen aan de oppositie toch, maar in elk geval waarom wij niet geen quorum verleend hebben, is omdat het constitutioneel hof voor de openbare vergadering op de agenda staat. En dat is voor ons gekoppeld aan de amnestiewet, waar we tegen zijn, dus daar verlenen we geen quorum voor. De oppositie vindt dat zij nu in de meerderheid zijn en dat er dus rekening moet worden gehouden met wat zij willen. Zij vinden bijvoorbeeld dat er bepaalde wetten nu niet besproken moeten worden. En zolang die op de agenda van de vergadering staan, werken ze niet mee. Zij wilden het liefst de begroting behandelen. We hebben wel aan de voorzitter gezegd, 2015 is al begonnen. We willen de begrotingen behandelen waar ook de gelden op voorkomen voor de verkiezingen. Dus schrijf dat uit. Nou, ik denk dat de druk van de samenleving om de mensen te dwingen om hier te zijn en te vergaderen inderdaad bepalend is geweest om enkele leden te bewegen om anders te denken over hun verantwoordelijkheid. Als ze niet vergaderen, dan blijven sommige problemen van het volk onoplosbaar. Als ze niet vergaderen, kunnen er geen veranderingen in ons land. Ik vind het erg omdat ze niet makkelijk kunnen praten wat ze gaan doen voor het volk. Ik vind het wel erg dat het parlement niet meer vergadert, omdat het zorgt voor achteruitgang in ons land. De afgelopen week hebben 8 leden van de oppositie de DNA-voorzitter gevraagd om een vergadering uit te schrijven. Een regering die niet steunt op een meerderheid in het parlement bijna lamgeslagen is. Toch? Er wordt niet vergaderd, de regering geeft gelden uit, er wordt niet gecontroleerd, we weten niet wat de regering doet, we vragen vergaderingen aan, ze worden niet uitgeschreven. Dus eigenlijk gaat het niet goed in het land en ik hoop dat we kunnen vergaderen, zodat we dit soort zaken naar voren kunnen brengen. Je moet altijd natuurlijk goed samenwerken met elkaar. Maar in een situatie waar de samenleving vraagt dat je minder met elkaar vecht, maar meer met elkaar werkt, zonder meer zo is. En ik zeg altijd, er is het parlement waar er mensen tegenover elkaar zijn met verschillende ideeën. Maar de uitdaging is om die ideeën bij elkaar te brengen en zodanig een je werk te doen dat ongeacht de verschillen je toch op dat moment met elkaar het beste besluit neemt. De vergadering is vandaag gelukkig doorgegaan en wel met alle 51 leden erbij. Vader verandert huis in gigantische ballenbak. Smog hangt over China en kinderrechtenverdrag door Somalië ondertekend. Het is nu tijd voor ons korte nieuwsblok. Eindelijk, na 25 jaar sinds het kinderrechtenverdrag in leven is geroepen, heeft de regering van Somalië dit ondertekend.
Om kinderen te beschermen schreef de Verenigde Naties een verklaring van de rechten van het kind. Hierin stonden eerst 10 rechten. Na veel vergaderingen werden een heleboel landen voorstander van de verklaring en werd in 1989 het Kinderrechtenverdrag geboren met daarin 41 kinderrechten. Het is de taak van UNICEF om de naleving van dit verdrag in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat de overheid zich aan de wetten houdt. Somalië is een van de slechtste plekken in de wereld voor kinderen. Er heerst armoede, waardoor veel kinderen sterven door ondervoeding en ook gaan velen niet naar school. Omdat Somalië een oorlogsgebied is, worden de kinderen ingezet als kindsoldaten. Door dit verdrag te ondertekenen, heeft de regering beloofd alles eraan te doen om de situatie van de kinderen aan te pakken. Vroegsmorgens heb je soms mist in Suriname en later op de dag verdwijnt die mist. Maar wat als het helemaal niet wegging en ook nog schadelijk was voor je longen? Dat is nu het geval in China. In China is de lucht zo vervuild dat het erop lijkt dat het de hele dag door mistig is. Die mist noemen ze smog. Smog is een combinatie van de Engelse woorden smoke en fog. Smog is een mist die vervuild is geraakt door uitlaatgassen en rook. Deze mist zorgt voor veel problemen. Behalve dat het moeilijk is om adem te halen, is er ook minder zonlicht. En dat zorgt ervoor dat de groenten niet goed groeien en wordt er zeker 30% minder geoogst. Dus er is ook nog een tekort aan voedsel. De lucht is zodanig vervuild dat de mensen in China met mondkapjes rondlopen. Maar niet altijd is het zo mistig in China. Er zijn ook dagen wanneer het mooi weer is. Are you guys ready? Yeah! Wat als je een dagje thuis komt en je hele woonkamer is veranderd in een grote ballenbak? Dat deed de Amerikaanse comediant Roman Atwood. Hij was een dagje alleen met zijn kinderen thuis en liet een vrachtwagen vol met gekleurde ballen komen. Het was een feest met ballen en een trampoline. Toen kwam zijn vrouw thuis. Surprise! Roman haalt wel vaker grappen uit en zet ze dan op YouTube. Deze grap noemt hij wel de moeilijkste, maar tegelijkertijd ook de leukste grap tot nu toe. Zijn ballenbakhuisfilmpje is nu meer dan 14 miljoen keren bekeken. This is awesome, man. Look at this. Who's ever done anything like this? No one. Gabriella woont in de mijnstad Yanacachi in de bergen van Bolivia. Zij gaf Pika, het jeugdjournaal van dat land, een rondleiding door haar woongebied. Hola, mi nombre es Gabriela. Bueno, estamos en Yanacachi. Piedras son los huesos de la historia, tus cerros polvo en la memoria de todo aquel que estuvo aquí. Estamos en el camino Takeshi, por donde llegan los turistas hasta Yanacachi. Estamos en un lugar muy especial de Yanacachi, que son las ruinas incaicas. Estamos en el mirador de Yanacachi, se puede ver camino a Chulumani, camino a Chahuara, también se puede ver camino para ir hacia Cahuaya. Este es el lugar de la antigua hacienda de esta zona. Vuelvo a Yanacachi, por el sendero curva un hilo y baja. Cerca de Yanacachi está Mina Cholla, que es un centro minero muy importante. Estamos en la parroquia más antigua de Yanacachi, que es Santa Bárbara. Yanacachi es un pueblo lindo, hermoso, tranquilo, templado, y les invito a conocer el pueblo de Yanacachi. Aquí vienen muchos turistas
y les invito a conocer. Desde Yanacachi, chao, pica. So, de 10 minuutjes zijn om. Slaap lekker straks en tot morgen. Doei doei.